Veranderingen zijn niet meer mogelijk. En dat leidde er eigenlijk toe dat ik zei van nou maak dan nog eens een keer een ander boek wat minder dik is. En daar kun je heel goed op promoveren. Je had trouwens al veel eerder kunnen promoveren, namelijk op de boodschap van de wijze kabouter. En ik wil ook nog wel even zeggen dat ik heb een leerboek geschreven over de geschiedenis van de politieke theorie, waarin alle belangrijke politiek filosofen voorkomen. Dat is natuurlijk volkomen subjectief, maar in het epiloog treedt ook Roel van Duin op, omdat ik dat toespits van Amsterdam en dan toch tot de conclusie moet komen dat Roel in het politieke denken in Amsterdam van cruciale betekenis is geweest. Dus dat zie je ook terug in dit boek. Ik vind het een fantastisch boek. Het leest als een trein, zoals de meeste boeken die je geschreven hebt. Maar het is ook een ontzettend leuk boek, omdat het zowel inzicht geeft in de bewegingen waar jij de leider van was, of medeleider van was, maar ook in die intelligence. En laat ik toch de gelegenheid nemen om het op een aantal punten op te nemen voor de BVD en omstreken. Want je zegt wel dat het allemaal een karikatuur is, maar één ding hadden ze toch heel goed in de gaten, namelijk dat jij de spil was van die organisatie. Ik weet zelf nog heel goed, ik ben iets jonger dan Roel, maar ik had een grote bewondering voor de kabouterbeweging en ik overweeg ook om me daar bij aan te sluiten. Maar die kabouterbeweging, die had geen leiders, zei men. Het was een anarchistische beweging. Er waren geen leiders. Maar als je naar die beweging ging, als er een vergadering was, dan viel het me na een paar keer op dat die vergaderingen nooit begonnen voordat Roel van Duin aanwezig was. En toen dacht ik, ja, geen leiders. Dan hoeven ze zich ook niet te verantwoorden. Dus toen ben ik zelf lid geworden van een beweging die heel veel leiders had, de CPN. En daar heb ik achteraf enorm veel spijt van, moet ik zeggen. Maar die was wel duidelijker qua structuur. Dat moet je toch doen. Dat is dus één punt waarbij ik denk, ja, die intelligence had ook wel op gelijk. Waar ze geen zicht op hadden volgens mij is jouw enorme creativiteit. Dat komt, vind ik, uit die documenten veel te weinig voor. Maar ik wil ook nog één puntje aansnijden die te maken heeft met de context. Want wat jij zegt is volkomen terecht. Jij bent een vreedzaam mens. Je hebt nooit iemand kwaad gedaan. En dat kan je ook nu wel zeggen, dat je nooit iemand hebt kwaad gedaan. Maar toen jij op school zat, toen schreef jij een briefje, dat ik nu voor zal lezen, aan een leraar. Je bent een verrader. Aan onze wraak zul je niet ontsnappen. Christenhond, we kennen je nu. Nagelkerke, pief, paf, poef. Hans staat daaronder. En dan voegt Roel daaraan toe. Echt Roel. Hij stak me de brief uitnodigend toe. Was het verstandig? Vroeg ik mij een seconde af. Ik aarzelde niet lang. Voelde me solidair met mijn vriend. En Roel tekende ik. Nu, als je nu zo'n brief zou krijgen, als leraar op een zwarte school, dan zou je toch wel het fijn vinden dat er een dienst is die nagaat wat hierachter zit. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik wil zeggen. En ben ik heel kort over. Het is waar dat op het moment dat je zoiets bureaucratiseert, dan houdt het niet meer op. Want er is een afdeling, Roel van Duin zal ik maar zeggen, en die wil graag de zaak
voortzetten, al was het maar uit werkgelegenheidsoverwegingen. En nu kan je wel zeggen, ja, maar dat is slecht. Maar door die, ik breek dus ook een lans voor de bureaucratie, zoals je gaat merken. Door die bureaucratie worden toch de ergste uitwassen van zo'n dienst enigszins in toom gehouden. Want dat moet toch allemaal geregistreerd worden en genoteerd. En geheim gehouden. Maar bovendien kan je daarom, vanwege het bureaucratische karakter van die dienst, 50 jaar later nog steeds die documenten opvragen, waardoor jij nu een biografie hebt kunnen schrijven. En daarmee wil ik je vanuit de feliciteren.